Wij worden high on life. Rodé en ik testen drugsloze drugs die je achterlaten met alle voordelen. Dit is de pure shit. En nul dinsdagdip. Yeah! En samen met Nelly Banner komen we in dansende extase. Alsof ik 6 jointjes heb opgerookt. Maar eerst onze fun facts over drank en drugs. Breaking news. Drank en drugs zijn niet top voor je lichaam. Je mentale staat. En de gemoedsrust van je ouders. Hoi mam. Ondanks dat gebruiken we toch massaal. Van de 10 mensen in de rij voor de wc zijn er gemiddeld 4 aan drugs en 9 dronken. En tijdens het drinken of gebruiken voel je je natuurlijk helemaal geweldig. Ja, maar daarna zijn je gelukshormonen helemaal weg. En met een beetje pech je herinneringen ook. Dus wil jij nooit meer bed gaan? Of lam van je fiets vallen? Ga dan voor die natural high. Zometeen spacen we hem helemaal de pan uit. Ja, oh, ben nou high. Maar eerst gaan we langs drugslab koningin Nelly Banner. Oké, nou we zijn hier natuurlijk om een outfit te vinden voor die ecstatic dance. Ik zie allemaal hele leuke dingen. Ik ga even deze kant op. Jezus, wat ben ik. Nou, voor wat voor vibe gaan we precies? Hippie chic. Hippie chic. Hey, maar Nelly, jij bent een beetje een drugsexpert, is een beetje gek om te zeggen, maar het is wel een beetje zo. Ja, ik heb wel flink wat dingen gebruikt voor drugslopen, ja. En wat was dan de leukste drug die je hebt gedaan? Ja, dat blijft toch wel MDMA of ecstasy, denk ik. Hebben jullie wel eens drugs gebruikt? Ik nog nooit. Ik ook niet. Ik ben benieuwd of we het op een meer natuurlijke manier kunnen bereiken. Misschien met... Met die ecstatic dance. Met ecstatic dance. Ecstatic dance. En we gaan het ook op een hele leuke plek doen. Wat dan? Je hebt de briefing niet gelezen. Ik heb de briefing... Oké. Nou, oké, we moeten wel door. Kom. Ja. Ik heb ondertussen wel echt mijn outfit gevonden. Dat is het. Zal ik gewoon dit aandoen alleen? Dank. En dan dit pak erbij. Ja, doe dat alsjeblieft. Je bent echt volle woord dan. Ja. Zo meteen overwinnen we alle pleinvrees bij station Hilversum. Ik ga zo nuchter in die club staan vanavond. Maar eerst hebben we 3 oplossingen om op een natuurlijke manier high te worden. Duncan! Hi! We gaan vandaag voor het lachgas-effect, maar dan niet met echte lachgas natuurlijk. Oh. Ik zag die oogjes al twinkelen van je. Nog nooit lachgas gedaan, maar goed. We gaan het doen met lachtherapie. Therapie? Ik word er niet echt vrolijk van. Therapie. Oh ja, maar daar heb ik wel eens op bedacht. Jezus, je lijkt op Pennywise van It. Dit is zo mijn ding. Oh, maar je ziet er niet uit. Ik zeg altijd, alles staat jou. Nou, sorry, nee. Heb je wel eens van de kerstman gehoord? Oh ja, ho, ho, ho. Ja, precies, ho, ho, ho. Nou, die gaan we gewoon oefenen. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. En als we elkaar dan waarderen, zeggen we heel goed, heel goed. Jee! Heel goed. Jee! Als je lacht, dan maak je bepaalde hormonen aan. Weet je welke? Serotonine, dopamine. Dopamine. Je zet eigenlijk je innerlijke apotheek aan. En cortisol, wat zorgt voor stress, dat daalt. Ook als je doet alsof, krijg je al die leuke voordelen waar we het net over gehad hebben. Eerst even glimlachen. Ja. Nou, dan maken we die glimlach groter. En dan laten we die glimlach echt heel groot worden zonder nog geluid te maken. En nu met geluid. Oh. Een schepje erbovenop. Heel goed. Heel goed. Oh, ik wil dit dagelijks. Ik ook. Maar ik kan jou ook gewoon niet serieus nemen. Jij met je teruggetrokken haarlijn. Kijk even hoe je er zelf uitziet, man. Ja, ik weet het niet. En je bent echt een lopende grap op dit moment. Ja, ik ben single, mensen. Ik heb een druk meegenomen. Nice. Dat is een plantje. We gaan wiet roken op belastingmonies. Het is een drugsloze druk. Ja, ik wil met je trouwen. Lavendel. Oh ja, lekker. Het ruikt wel. Het ruikt heel erg lekker. Heerlijk. Wat gaan we hiermee doen? Gaan we dit gewoon aansteken? We gaan dit in de hand steken, Duncan. Dan komen er gewoon lekkere geuren vrij en dan word je high. Natuurlijk high. Oké. Dus ze genieten er ook gewoon van, hè? Ik heb niet echt het gevoel dat die plant in de hand staat. Dit is helemaal kut. Er gebeurt echt helemaal niks. We worden even geholpen door de productie, lieve mensen. Ja. Oké. En nu is de kunst om even niet te bewegen. En heel veel te snuiven. Nee, nou, dit is niet echt. Dit is letterlijk don't get high on your own supply. Dat is Engels. Goed. Nou, dit is een film. Ik dacht, ik heb hier een diffuser en dan doe ik daar lavendelolie in. En dan gaan we dat gewoon lekker opschalken. Oh ja, maar lieverd. Ik heb een veel beter idee. Kijk, als we gaan, gaan we goed. Go hard or go home. Geef die olie eens aan mij. Oké. Staat dit erop of goed zitten? Ik had het wel naar mijn zin. Ja. Want ik ben nog steeds niet high.
Wat doen we hier? We zijn hier in ons drugslab. Ik heb echt een beetje het gevoel alsof je me gaat vermoorden. Heb jij de stuf die ik heb besteld? Oh, ja. We moeten het echt zo puur mogelijk hebben. Ja, dat is hier 74%. Want ze zeggen dat ze in chocola zit dat stoffie, waar dat je ook hebt als je verliefd bent. Ken ik niet, ik heb geen idee. Ik ken het op dit moment ook niet. Dit is eigenlijk onze MDMA. Oh joh. Dat gaan we eventjes... repareren. Oké. Okay. Het is wel puur, ja. Ja, oh ben nou high. Even lief. We moeten onze... pure stash. Alleen nog even fijn hakken. Ik vind het heel veel werk. De nootjes eruit bikken. Er blijft weinig chocola over dan. En omsmelten tot onze natuurlijke drugs. Oh. Maar wordt het nu ook warm? Nee. Volgens mij is het wel zo met tv dat als je in je handen knipt, dat het dan altijd wel lukt. Ja, maar dit is YouTube, hè? Maar ik... Kijk eens. Nah. Huts. Nah. Waarom heb jij een supergrote piemel op je jas? Doe nou niet alsof je dit niet zelf hebt gedaan. Ik zou dat nooit doen. Het zou niet eens in me opkomen. Oh, dit gaat top. Ja, dit gaat echt. Ik heb het wel naar mijn zin. Oh, dat komt me niet aan. Hallo? Oh, dat is niet een beweging die ik op tv moet doen. Het ziet er zo vies uit. Alsof ik een soort adersvinger. Oh, het komt in mijn neusgat, het zit in mijn neusgat. Lik het, lik het. Ik vind dat jij iets blijer moet kijken. Was het niet heel veel? Nee. Teringkind. En dan jij ook hoor. Kom eens hier. Nee. Kom eens hier. Kom eens hier. Nee, nee, nee. Nee. Kom jij even hier? Zo. Het komt echt een strot uit, die chocola. Maar, ben jij high? Nee. Het was een ervaring. Doe maar blij kijken. Oh, maar dat gaat ook helemaal... Een soort joker. Een soort joker die gerimd heeft. Wat een succes. Op naar onze laatste hoop. Een dansdate met Nelly. We staan er. Dit is een beetje spannend. Maar ik wilde dit altijd al een keer doen. Dus ik heb Leon voor jullie meegenomen. Hallo Leon. Jullie hebben je heel mooi aangekleed. Dankjewel. Eigenlijk doet dat hij helemaal niet toe met Ecstatic Dance. Nou, oké. Je had gewoon in je blote reet kunnen staan. Je had gewoon in je joggingpak mogen komen. Het gaat erom dat je je danst zoals je voelt. Ik voel me wel kut. Ik voel me geil. Nou, dat mag allemaal gedanst worden. Hoe beweegt die geilheid? Ik denk zo, maar nee, sorry. Om helemaal in contact te komen met jezelf, moeten de schoenen en de sokken uit. Geen zoom in op mijn voeten alsjeblieft. Bij Ecstatic Dance beweeg je zoals je wilt. Je hebt scheid aan de wereld en wij laten ons door niets of door niemand beïnvloeden. Nou, ik zou zeggen, zoek een plekje op. Okay. Blijf vooral in contact met jezelf. Dit is echt mijn pure hel. Nee, dit is Ecstatic Dance. Jij vindt het leuk, hè? Ik vind het echt, ik ben er helemaal naar overgegeven. Die kauwgom hier op de grond. Niet praten. Dat vind ik leuk. Je mond houden. Praten is verboden. Niets mag ons uit de egocentrische bubbel halen. Sorry, ik kan dit niet. We moeten één worden met de muziek en dansmoves die diep in ons lichaam verstopt zitten. De lokale treinspits is zo te zien ook onder de indruk. En na een poosje heeft zelfs Hippie Rodé de vibe te pakken. Ik wil gewoon eventjes lekker dansen. En met hulp van Queen Bee komen we echt in hogere sferen. Wat ben jij als je dan wat je doet? Nou, ik ga zo nuchter in die club staan vanavond. Ik ken geen sociale angst meer naar dit. Echt niet. Alsof ik 6 jointjes heb opgerookt. Kijk er al aan. Ondanks dat we 0 drank en drugs op hebben, zien we er toch bezopen uit. Precies de bedoeling van dit wetenschappelijke experiment. Dat smaakt naar meer. Oh. Ik heb morgen spierpijn. Maar ik ben wel helemaal high. Ik ben ook best wel high. Oeh. Maar als je zeg maar loslaat dat je hier een beetje als een idioot zit te doen, is best wel leuk. Ik vond het enig. Leuk dat jullie het zonder schaamte hebben gedaan. Applaus voor jou. En voor Nelly. Ja. Dank jullie wel. Dank je. Wil jij even de eindkaart? Ja. Wil je nou meer zien? Klik dan hier. Nee, dit is de laatste. Oh, nee. Wacht. We kunnen we nog wel klikken. Oh.